Eva Jinek is de nieuwe ster van AfroTros. Ze gaat na de zomer een dagelijkse talkshow presenteren op NPO 1. Maar zou ze ook geschikt zijn als de nieuwe presentator van Wie is de Mol? Dat vraagt telegraafverslaggever Max van den Broek zich af in de Teekijk TV. Max vindt dat Rick van de Westerlaken, die het programma nu al een tijdje presenteert, het goed doet. Maar hij denkt ook dat het tijd is voor een frisse wind. Hij heeft een ideale kandidaat in gedachten: Eva Jinek. Zij is onlangs bij Tros gekomen en heeft een paar maanden per jaar vrij. Die tijd zou ze kunnen gebruiken om wie is de mol te presenteren, denkt Max. Max is onder de indruk van de koele en strenge uitstraling van Eva Jinek. Hij denkt dat ze meer autoriteit en mysterie zou brengen in het programma. Hij mist dat een beetje bij Rick van de Westelaken, die hij te lief vindt. Max houdt wel van een beetje gemene humor en een sneer naar de kandidaten, zoals Pieter Jan Hagens dat vroeger deed. Maar wil Eva Jinek dat wel? Dat weet Max niet. Hij vraagt zich af of het in haar straatje paast. Hij vindt het in ieder geval een tof idee. En jij? Wat vind jij van Eva Jinek als de nieuwe host van Wie is de Mol?